En is aan mij gevraagd om het gedeelte af te sluiten, het plenaire gedeelte. Ik heb iets minder tijd dan de bedoeling was. Dat zeg ik er even bij, omdat u misschien denkt van, goh, wat praat hij snel. Maar is het doet de volgorde niet. Ik kom ook uit Den Haag, maar had u misschien al gehoord. Zelf ook ondernemer. Ik ben cabaretier, maar ook ondernemer. Mensen vergeten dat vaak. Die denken van, die mensen liggen toen even s'middags in de bed. Dat is met Bert Visser wel zo, maar met mij niet. Die moet je niet van je bellen. Maar ik heb ook 6 man personeel in dienst. Dat is een heel slecht teken, want mijn eerste motto voor ondernemen is: investeer nooit in iets dat eet. Maar ja, je komt er niet aan als ondernemer om toch wat te investeren. En ik ben vierde horeca trouwens. Ik begreep dat vandaag hier ook een worst te zijn. Ik heb zelf een discotheek gehad in Leiden. Vierde horeca ben ik in de amusementsector terechtgekomen. Als entertainer, cabaretier en tekstschrijver voor allerlei andere cabaretiers en tv-programma's en noem maar op. Goed, in je leven, in je privé en andersom. Vooropgesteld dat je natuurlijk nog een privéleven hebt, want er zijn veel mensen die dat ook niet hebben als ondernemer. Ik heb het gehouden met 5 simpele tips. 5 simpele tips, impulsen voor succes zou je kunnen zeggen, waarvan ik heb gemerkt, dat maakt zaken, dat maakt ondernemen nou juist zo leuk. En heel belangrijk om die 5 dingen even te onthouden. Dus maak je hoofd even leeg, dwaal niet af. Richt je focus op mij als het makkelijk kan. Op nummer 1 staat de letter A. De A van ambitie. Voordat we ambitieus worden, gaan we even verder in het dal waar we nu in zitten. En wil ik even de situatie van Nederland neerzetten waarin wij nu. Wat heeft hij? Hij gaat NS. Heeft hij nog lang? Heeft hij nog lang? Heb je een jaarkaart? Heb je een jaarkaart? Hij zei, ja, dus luister, zonder leuk en aardig, maar die plannen moeten ook wel kloppen. Dat is nu ook wel waar. Hij heeft, daar moet zeggen, Ruud heeft zijn kerstbaar opgesteld, zijn e-mailadres de zaal ingeslingerd, zijn privé-e-mailadres. En er kwamen 40 mensen uit de zaal, die zeiden, mijn kredietaanvraag is afgewezen. En daarvoor bleek wel dat van de 39 het businessplan ook niet goed functioneerde. Die ene trouwens wel, die heeft verleden nog gekregen. Dus, ook aan ons als ondernemer is het zorgen, om te zorgen dat die plannen wel goed in elkaar zitten natuurlijk. Om die juist te zeggen dat hij mee bezig was. Die laten we bij de bevaring, ja, dat is ook mijn B trouwens. De B is van bewustzijn. Heel bewust bezig zijn met wat je doet is essentieel. Mensen vergeten dat vaak. Hè. We doen zo vaak dingen zonder dat we erbij nadenken. Hoe je bezig zijn met dingen. Op een andere manier denken betekent dat je andere ideeën krijgt. Doe dingen is anders. Ik zou je zeggen, bij mij thuis, als bij mij nu tegenwoordig iemand aanbelt, dan doe ik altijd eerst even mijn jas af. Dat ook. Als het dan minder leuk gezelschap is, dan zeg ik sorry, ik moet het weg. Maar ik zou het anders willen doen. Hè? Anders denk ik. Ik zeg, wil het anders. Zij zei, wat doe je dan? Ik zeg, nou, een doktertje spelen. Dus zei ze, dat is goed, maar dat was geen succes. Ik heb 3 kwartier in de wachtkamer. Kan je zelfs niet eens bewust zijn. In een mens heeft gedurende een etmaal meer dan 30.000 gedachten, hebben ze uitgerekend. En is het bijna allemaal negatief, dat is ook raar, hè? Want negatieve gedachten leiden tot negatieve acties, dat weten we allemaal. Positief denken leidt tot positieve acties. Maar mensen motiveren betekent dat je zelf ook gedisciplineerd moet zijn. Gisteren stond in de krant dat werknemers dat ook helemaal niet erg vinden. 75% van de werknemers vindt dat een werkgever zich moet bemoeien met de leefstijl van die werknemers. Kortom, we willen dat ook graag. We willen met elkaar samenwerken, we willen kansen creëren. Dan willen we ook gedisciplineerd werken. Is energie. Energie ontstaat door de manier waarop je denkt. Denken is een vorm van energie. En die energie die genereer je. En je zal zien als mensen om je heen zijn die op datzelfde level zitten, datzelfde energieveld zitten, dan ga je echt plezier krijgen. Ik zeg, wat over de keuken? Maar ze doet Sonja Bakker. Ik moet zeggen, ik weet niet van voor Sonja Bakker kreeg. Het werkt wel. Je valt 5 kilo per maand af. 5 kilo per maand. Ik heb uitgerekend over 1 jaar ben ik helemaal van de lachen. Ik hoor een hoop gegil en gejank. Staat ze in de badkamer voor de spiegel, helemaal naakt. Ze zegt, kijk, want ik ben dik en ik ben lelijk en ik heb rimpels. Ze zegt, ik heb een complimentje nodig. Ik zeg, nou, je ogen zijn er goed. Een broodje gaan eten en naar de themasessies gaan. Eén heel belangrijk ding is, wees geen mandarijn, alsjeblieft. Zorg dat je een sinaasappel wordt. Een sinaasappel is een mandarijn, is een kans heeft gepakt. Dat is heel belangrijk. En het tweede wat ik heel graag zou willen is dat je onthoudt van mijn presentaties eigenwijs zijn. Vooral eigenwijs. Wij zijn aangewezen en eigenwijs. We hebben altijd het hart op de tong. We hebben altijd een ander woord voor iets. We zeggen daar geen zeebelpad, maar streepjescode. We verzinnen wel wat anders.
Eigenwijs zijn is heel belangrijk. Mijn opa zei vroeger al, met een gesloten mond vang je geen vliegen. Begrijp wat ik bedoel? Als je achter de kunnen aanloopt, stop je in de stond van anderen. Ja, ja, ja. Wees eigenwijs. Het is de bedoeling dat je het massaal meedoet, hè? Ook even met die vuist erbij. Goed zo licht in de zaal, prachtig. Dan gaat het met z'n allen. 1, 2, 3.